En wel lachen, hè? Ik leek eigenlijk nergens op natuurlijk, hè? Die bruiloft die staat mooi vooraan daar. Ja, maar ja, het is heel vervelend voor hem. Ja, ik denk, wat krijgen we? Ik denk, ja, bij Willem II in bruidspad is wel leuk, maar er komt zo'n stoere motorrijder aan. Ik denk, de gestolen bruid of zoiets. Gelukkig is dit geen echt bruidspaar, maar zijn dit acteurs van theatergroep De Kwekerij. Deze groep maakte gebruik van hun zogenaamde guerrilla-theater. Op meerdere plaatsen trad de theatergroep op met kleine, absurde voorstellingen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te doen? Eigenlijk gewoon omdat we hebben zitten fantaseren over wat zijn nou leuke, bizarre dingen die je in het straatbeeld kunt veranderen. Om voorbijgangers die niets vermoeden net eventjes op het verkeerd been te zetten of in verwarring te brengen of te verrassen of te verbazen of te verwonderen. En dit vonden we een grappige actie. Het hoogtepunt van de actie van gisteren was de aanwezigheid van een bekende persoon in een van de winkels in Tilburg. Nationale en internationale pers waren massaal aanwezig. Het is ongewis. Het is niet 100% zeker of hij komt, maar onze informatie, onze bronnen zijn zeer goed. Natuurlijk was elke fotograaf een acteur van de theatergroep. Dat er een bekende persoon naar buiten zou komen, dat was geen grap.